Ik ben Reinier Baarsen. Ik ben conservator voor de toegepaste kunst en verantwoordelijk voor de inrichting van de zalen van de 18e eeuw waar we hier nu staan. Als je aan de belangrijkste kunstwerken van de 18e eeuw denkt, dan zijn dat vaak complete interieurs. Hele kamers waar een beeldhouwer de marmeren schoorsteen had gemaakt, een stucwerker het plafond, een schilder de schilderingen in het plafond of boven de deuren en waar meubelen en andere mooie voorwerpen in stonden die allemaal met elkaar een geheel vormden. Het ensemble werd belangrijker gevonden dan de afzonderlijke onderdelen. Daarom zijn in het centrum van de opstelling van de 18e eeuw twee hele kamers opgebouwd. Eén is er in de krullerige stijl van het rococo uit het midden van de eeuw en de andere in de strenge, klassieke stijl die daarop volgde. Veel kunstwerken in de andere zalen hebben oorspronkelijk een plaats gehad in een dergelijk interieur. Meubelen, klokken, zilver, porselein enzovoort. Portretten laten zien hoe rijk en fraai mensen zichzelf ook aankleden, zodat ze eigenlijk zelf versieringen werden van de kunstige wereld waarin ze wilden leven.